Hoi jongens, welkom bij de allereerste video van het Hart van Holland kanaal. Ik ben Anisha Teitelboom en ik ga jullie vandaag mijzelf voorstellen en een beetje vertellen wie ik ben, wat ik doe, waar jullie mij van kunnen kennen en wat we vandaag gaan doen. Wat de bedoeling gaat zijn van mijn vlogs is dat ik elke week een nieuwe video voor jullie ga maken met een randje nieuws erin. Dus bijvoorbeeld, wat speelt er zich af in het nieuws? Wat gaan we deze week behandelen om een video over te maken? De eerste video die ik ga maken vandaag, ga ik mezelf in voorstellen. Ga ik jullie mij een beetje leren laten kennen. En misschien kennen jullie mij al van Instagram of YouTube. Vandaag gaan we kickboksen. En ik ga in de aankomende 6 video's een klein beetje van mezelf laten zien wie ik ben, wat ik doe en wat er in mijn dagelijks leven omgaat. Jullie zullen dan elke week van mij een nieuwe video kunnen verwachten met een ander onderwerp dat ik behandel wat nu in het nieuws is. Dus ja, wat we vandaag gaan doen is kickboksen, mijn sport. En ik ga jullie vandaag meenemen naar mijn training. Ik ga jullie laten zien hoe kickboksen werkt, wat je ervoor nodig hebt, wat de voorbereidingen zijn voordat ik naar de training ga. Dus ja. Mijn training start om 8 uur en het is nu 7:15. Dus ik ben een beetje aan de late kant. Ik hoor eigenlijk al gegeten te hebben. Maar dat maakt niet uit. Oké, ik ga jullie eerst laten zien wat je allemaal nodig hebt voor kickbox. Oké, bij kickbox heb je net als bij elke sport wel gewoon een aantal dingen nodig die je gewoon elke les bij je moet hebben. En dat zijn onder andere Je bokshandschoenen. En die kunnen verschillen in maat. Je hebt maten van 6 ounce tot 18 volgens mij. Dit is 12 ounce. En ounce, dat ligt er dus aan hoe zwaar je bent, hoe groot je bent, hoe groot je handen zijn. Dus dat is eigenlijk gewoon de fitvorm van je bokshandschoen. Dan heb je nog je schemeschermers nodig. En deze schemeschermers zijn van leer. Je hebt ook stoffen schemeschermers en zachtere schemeschermers. Maar deze zijn gewoon voor de training. Die gaan over je voet heen. Dan heb je nog voet- en handbandage. Deze bandage gaat dus eigenlijk om je hand. Je stopt je hand erin. En dan wikkel je dit om je pols heen, zodat je pols stevig is. Zo dus. En dan ga je met deze bandage in je handschoen. Zodat je hand stevig in de bokshandschoen zit. En zodat je geen polsblessures kan krijgen. Dan heb je ook nog heel belangrijk een bitje nodig. Voor je tanden. En het ziet er echt super grappig uit als je een bitje in hebt. Maar het is gewoon voor de veiligheid en het is ook nog een voordeel voor je conditie. Want als je een bitje in je mond hebt, kan je minder makkelijk ademen omdat je iets in je mond hebt. Dus ja, het is wel een voordeel voor het trainen, want dan leer je gelijk hoe je moet ademen met een bitje in. Want tijdens de wedstrijd heb je je bitje ook in. En dan natuurlijk nog een handdoek en water. Dus ja, dat is wat je nodig hebt. Dat is wat ik nodig heb voor elke training, wat ik altijd meeneem. En dan heb je ook nog de kleding voor het sporten. Als je gaat trainen voor kickbox, kan je of een kickboxbroekje aandoen. Of een legging met een t-shirt. Maakt eigenlijk niet heel veel uit. Als je er maar comfortabel in kan bewegen. En tafelbroekjes zijn daar wel echt ideaal voor. Oké, ik ga nu eten. Ik eet vandaag couscous. En zoals jullie zien eet ik niet heel erg veel, want ik moet over een uurtje op de training zijn. Oké, jongens, dit is mijn box outfit. Gewoon een shirt, broekje. Maar ik moet nog fietsen, dus ik ga even snel mijn trainingspak aandoen. En dan ben ik klaar om te gaan. Oké, we zijn nu onderweg naar de training. Ik ben met Carmen. Normaal is mijn zusje er ook bij. Alleen we zijn iets eerder gegaan door normaal, want ik wil nog eventjes de loopband op voordat ik ga trainen. Om conditie op te bouwen.
Dus ja, we zijn lekker aan het fietsen. Het is niet zo lang fietsen, 10 minuutjes ongeveer. Gelukkig. Hoi jongens, ik ben nu met de eigenaar van Brothers, mijn trainer Bappie. Ik ben Bappie, ik ben de eigenaar. We staan in de fitnessruimte, want het is niet, we hebben hier niet alleen een dojo, maar ook een fitnessruimte. Dus ja, we gaan straks trainen. Nu ga ik even hardlopen en training wordt gegeven door Bappie. Yes, peace. Zo fijn, let op zo altijd gewoon het gevoel dat je echt neer gaat vallen als je bezig bent. Maar als je dan klaar bent en je ligt in je bed, dan heb je toch een voldoening dat je denkt van, yes, ik heb het weer gedaan. En ik ben goed bezig. Dus ja, ik ga nu lekker douchen en naar bed. Ik moet morgen gewoon weer naar school. Dus ja, dit is eigenlijk hoe mijn sportroutine gaat. Ik train op maandag, woensdag en vrijdag kickbox, thaibox. En op dinsdag en donderdag boksen. En op zaterdagochtend hebben we of hardlooptraining of een wedstrijdtraining. Dan mag je zelf kiezen welke je heen gaat. En ik probeer zoveel mogelijk te sporten. Maar op de avonden dat ik werk kan ik helaas niet trainen. Dus ja, trainingen zijn altijd om 8 uur of 8:30.
Dus meestal red ik het wel, maar als ik het niet haal, dan ga ik gewoon de volgende dag weer. Dus ja, dat is eigenlijk mijn trainingsschema. En het liefst wil ik natuurlijk gewoon wedstrijden doen. En dat heb ik nu al een tijdje niet meer gedaan. En ik zit nu zeg maar ook in een nieuwelingenklasse. Dat betekent dus dat je zonder scheenbeschermers gaat vechten. Dus ja, dat is heel anders en spannend en serieuzer. Dus het duurt nog eventjes voordat ik een wedstrijd heb. Maar ik ben me er nu aan het op voorbereiden. En ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze vlog te kijken. En dat jullie ook weer nieuwsgierig zijn naar de volgende vlog. Wat we dan gaan doen. En ja, als jullie het leuk vinden, laat het weten door een duimpje achter te laten. Door te liken. En jullie kunnen mij ook volgen op mijn social media kanalen. Nou, zie ik jullie snel. Doeg!